Doe jij dit aan? Dit is de Veltai uit de oven. Lekker. Kinder champagne, dus is het super lekker, jongen. Merry Christmas. Nee. Yo. Heel mooi. Sam, we gaan willen. Dan gaan we weer. Goedemorgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. We zijn de Bellingraas familievloggers en het is de eerste kerstdag. We zitten heel verantwoordelijk nu nog aan een yoghurtje. Ja. Omdat we straks een familiediner hebben. Ja. Met kalkoenen. En de kinderen zitten lekker de jaarmovie te kijken van afgelopen 2019. Ja, heel op erg op de televisie. Leuke kinderen, dat was afgelopen jaar. Ze heeft dat thuisbak aan met een laarsje. En papa gaat in de badjas. Hey, we gaan even lekker wandelen met jullie. Met het opkomende zonnetje in ons gezicht. Papa, zullen we even op het bankje zitten? Ja, want het andere is helemaal nat. We lopen even naar achteren, daar doen ze een plasje bij het paaltje. Want papa heeft het wel wat fris in de badjas hoor. Nou, Boezel doet daar. Goed zo, Boezel, daar lopen geen kindjes. Ik hoop dat jullie even niet zien. Er zit een onderzoek op mijn slaapkamer. Kijk hoe leuk dan. Dit is zoveel ouderwets. Maar het is wel een beetje lang geleden. Maar bijna. Kerstdag. De hele ochtend zijn we achter de schermen lekker bezig geweest met het huis opruimen. Maar het is nu tijd om echt lekker naar opa en oma te gaan, waar de hele familie ook is. En dan gaan we lekker met elkaar avondeten. Iedereen heeft lekkere hapjes mee. We gaan spelletjes spelen. We hebben onze kerstoutfits aan en ook de kinderen. En we gaan dansen. En we gaan, oh, we gaan ook nog dansen. Mama neemt de bingo mee. Ik heb ook hele leuke bingo prijsjes meegenomen. Die gaan we ook lekker spelen. Maar de kinderen willen eventjes de kerstoutfits laten zien. Nee, vader, dat doe jij toch niet aan? Hè? Doe jij dit aan? Nee, even serieus, het kan niet hoor. Een zak bloesje overheen. Oh, ik wou zeggen. Dit zijn de outfits van vandaag voor onze eerste kerstdag. Wij gaan naar opa en oma. Wij gaan lekker naar opa en oma. Lekker kerstvieren met z'n allen. Ja! Luxie, die gaat eerst even een slaapje doen. En wat hebben we een prachtig weer op deze eerste kerstdag. We zijn bij opa en oma aangekomen. Luan en Lucilla die zijn al binnen, maar wij lopen heel even om. Omdat Luxie in slaap is gevallen. En dan kan ze even in de achtertuin onder de veranda lekker doorslapen. Kijk. Dit is even haar kerstslaapje. Dan is ze opgeladen voor zometeen. Slaap lekker. Ja, dit wil Open natuurlijk wel even zien. Want dit is eigenlijk een beetje onmisbaar met kerst. Luan, laten we kijken. Kijk, dit is opa. Opa die heeft weer goed gedaan. En wat zegt de kalkoen dan? Ja. Kijk, Jill. Zou de kalkoen laten zien? Nee, ik denk niet dat de kalkoen dat zegt. Kijk. Tada! En het ruikt heerlijk. Ruiken jullie dat? Ja. Ja, hè? Over een hele week op stap eraan. Weet je wat er allemaal in zit, hé? Alleen maar vlees? Ja, nee. Opa heeft hem met een lekkere... Hoe noem je dat eigenlijk? Vulling zit erin. Heerlijke vulling zit erin. Die gaan we straks lekker opsnoepen. Ja. Nou, opa. Mooi gemaakt, hoor. Wat gaan we weer aan? Kerstman. Ik maak hem als opa een feest. Je moet alleen nog een mooie tunders op. Oh ja. Ik heb spullen voor in de koelkast. Daan, heb je dat gezegd? Ja. Kijk. Oh, ik heb alle toetjes meegenomen. Kijk, geef Tim maar even naar oma. Ik weet niet of er nog plek is in de koelkast. Oh ja. Maar we hebben hier de toetjes. Lekker jongens. Ja. Lekker toetjes. Het zijn geen vriezertoetjes. Het zijn heel veel verschillende soorten toetjes. Dat ziet er lekker uit. Moes. Ja, tiramisu.
Allemaal lekkere, lekkere kleine verschillende soorten dingetjes. Zoveel? Heel veel, ja. Zoveel! Oh, ja, dus... Ja, staat de koelkast al vol? Past het er nog in? Oh, oh, oh. Een lekkere chocolademoes. Kom maar, 1 voor 1 euro. Wat wil je doen, mijn liefste? Dit is de bingo. Zo. Moeder Belly gaat pakken. Wat leuk zeg. Vaar als in een bingo, dus je hebt allemaal prijzen gekocht. Het is zo prijzen gekocht. Ik wil gewoon dat ding aan en elk nummertje, het eerste nummertje van de kaart is dan prijzen. Zo'n echte Hans van der Tocht had van bingo vertaald. De bingo tafel die staat helemaal klaar. En ondertussen zijn Leon en Lucilla weer bij zijn grote neef aan het voetballen. Wie staat ervoor, jongens? Gelijk. Nou, dat vind ik best wel knap hoor, tegen de grote voetbalneef. Derde. Heel lang 3. Ja? Toen werden we 4. Heel lang 4. En toen pas werd het maar 4. Nou, laat eens zien dan. Hoe doen jullie dat? Waar is het balletje? Oh, daar. Kijk. Ja, pak het moeilijk. Ja, laat eens zien. Kom op, Lu. Kom op. Ja, ja, Sil, Sil. Jij, jij. Ja, kom op, Sil. Kom op, Sil. Nou, vader laat moeder Belly geven de bingo. Dat zijn metallic briekjes, kun je afwassen. Hey, we blijven dan bingo tot het 0 uur, denk ik, want dat duurt wel eens. Leuk hoor, schat. Heel leuk gedaan. Johnny doet hier een heel oud spel. Dat heeft opa vroeger een keer zelf gemaakt. En dat staat eigenlijk iedere keer met kerst staat het er weer. Het is de bedoeling dat het lampje niet gaat branden, Lu. Zie je dat? Ja, af. Nou, daar komt hij hoor. Wauw. Die is mooi. Het zijn er wel twee lekkere, zie je dat nu? Ik kan er wel lekker van smullen. Prachtig, opa. Nee, opa maakt grapjes nu wel. Zijn ze gaar naar een week in de oven? Ja? Oeh. Je hebt alleen maar zin in bingo spelen, hoor. Nou, gezellig uitje, man. Gezellig. Lucilla, wat is dat? Heeft Joa een drone? Joa heeft een drone in de kamer rondvliegen. Ja, die kun je nou niet meer pakken. Oh. Hoe ga je die nou pakken? Hoe moet je hem nou pakken? Sensors. Ja, goed zo, Joe. Ja. Oh. Dat ging niet helemaal goed, opa. Ja, woe. Nou, is nog best wel een ding, Joe. Ja. Met jouw box. Wat doe jij daar in die hoek? Wat doe je daar met dat biertje? Heb je je plek weer gevonden voor vanavond? Bring me your little, one, two, three.
eentje. Let's kijken, wat heb je? Uit de boom van oma. Ja! Zit de boom van oma. Dank u wel, Heer Jezus, dat we zo samen mogen zijn als gezin. En dat u mogen loven en prijzen. Dat u mogen dankzeggen voor elke omstandigheid. Heer, of die nu moeilijk is of niet moeilijk is. Heer, u bent voor ons en u bent met ons. Heer, wees zo met ons en dat we mogen smullen. Dat kan goed. Amen. 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 De champagne, dus. En de champagne. Oh, en de champagne. Maar dat lijkt op een kip en dat lijkt ook op een kip. Nee, maar het is een kalkoen. Het is een kalkoen, een hele grote kip, zeg maar. En doen we er straks ook zo'n stuk bord bij. Ja, we hebben een groot bord, denk ik. Ik wil de bord. Zo. Ja, zul je niks aan. Nou, maar gaan, het hele pot. Ja, ik doe de poot met de kinderen. Oh, lekker. Ja, ik smul er wel. Wij hebben de eerste poot van de kalkoen. Nou, jij had net ook al een stukje geproefd bij opa, hè? Hey. Ja. Jij mag wel een beetje voorproeven. Dit is de poot van de kalkoen. Nee, die gaan we lekker oppeuzelen. Maar Luan die houdt er wel van. Lucilla die is liever aan het spelen. Ja, met de nou, ik hou er ook een beetje van, ja, maar niet heel erg. Dit is een heel lekker mas. Dit is super mas. Ja. Moet je maar eens even proeven. Dit is nog lekker. Zo kan mama het niet maken. Zo mas als opa het maakt. Als mama het doet, dan is hij heel taai uit de oven. Is die lekker? Sil, je moet een stukje proeven, schatje. Ja, ik heb net al. Kom eens even hier. Hoe is die? Lekker. Lekker, hè? Nou, dan gaat ze weer spelen. Heerlijk, jongens. Nou, eet smakelijk. Op de kerst. Oeh, oh, kijk dan. Lekker, super lekker. Ik heb een borstje. Oh, jongen, je weet niet wat je mist. De koekje was super. Is het? Echt waar. Oh, ik heb nog wat dingen. Mama? Ja. Ik heb het. Mijn vader kan bakken. Ik heb, ja? Wat heb jij daar? Ik heb de kalkoenenborst, kijk. Echt heel mals. Oh! Ja, echt geen bot. Zo lekker. Ik hou allemaal van filet. Daniel die houdt even een mond vol. Ik vind het lekker. Ik vind bordjes. Daniel die houdt niet van kluiven, dus die wil alle botloze kip en dingetjes. Lekker hoor. Oh, ik wil er nog van halen. Dat is lekker, hè? Oh, kijk, dit is een heel lekker stuk. Lekker, lekker. Heel lekker stuk. Luxe die slaapt nog, maar volgens mij wordt ze al wakker nu. Oh. Luisje is wakker. Hé, we zijn bij opa en oma. We zijn kerst aan het vieren, schatje. Wil je ook een lekker kalkoenetje? Dat is super, super lekker. Zo, gaan we Kluisje even uitpakken. Lekker te slapen. We hebben lekker kalkoen van opa. Ik heb heel lekker filet. Lekker gewoon een sil. Ja, ook wel lekker. Die aardappeltjes. Oh, liever. Ik wil lekker een bordje doen. Nou ja, bandje opdoen. Doe maar hier eens. Eén klein bordje. Moet even wakker worden. Ja? Nee. Doe het nog even, maar wil je een beetje drinken? Oh, dat is wel lekker, hoor. Dat is heel. Oh, die feestjes. Ja, weet ik. Maar dan moet ik helemaal weer daar naartoe mijn mond halen. Smakelijk, hè? Ja, dankjewel. Smakelijk. Mama, als ik stof zeg, moet je stoppen. Nou, de kinderen willen ook lekkere kinderchampagne, dus ze zijn hier lekker aan. De stop. Champagne. Stop! Oh! Oh, ik heb de lekkerste champagne. Dit is ook een beetje. Voor Luxie. Voor Luxie. Luxie is inmiddels een beetje ontdooid. En Liefie? Hey, joh. Wij hebben een geheime overweging en niemand mag erover weten. Wat heb je, een geheim? Geheime missie. Geheime missie. Soldaat Mia. En Luxie zit weer in haar favoriete hoekje bij oma. Lekker in het spelen. Schatje? Ja, dat is bij oma in het hoekje. Ja, Luxie. Hij is schade in Portugal thuis. Zo lekker, jongen. Hoeveelste champagne is dit? Hé, hey, hoeveelste glaasje is dit? De 15e. Het 15e glaasje. Voel je hem nog niet, hé? Hey? Oeh, ik voel me aankomen. En het is tijd voor... Vuurwerk! Wij zitten er helemaal klaar voor. Hier staat het publiek aan deze kant. En daar gaan de mannen het vuurwerk afsteken. Mooi, kijk. Ja! Yeah. Goed zo! Oh! Zo, zo, hé. Happy New Year! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you. Het is een potje op. Oh, niet doen. Opa. Opa. Kees. Wauw. Goed zo.
Napoleon. Ja, knappen. Ja. Heel goed. Oh, Joost, hij gaat, jongen. Oh, hij valt. Nee. Ik heb hem. Oh. Oma staat de ramen te lappen. Nee, die had ik niet op de vlog. Luxie die vindt het een beetje eng. Ja, goed zo. Mooi. Goeie. En ik kan het in de Oh, Leon doet de Romeinse kaars. Voorzichtig. Yo. Nou, de rode vlam van Ajax. Romeinse kaars, hoor. Mooi, hè? Lijkt het op China, zei jij. Ja, dacht ik. Maar action. Action kun je nooit weten. Maar voor €300, ik vond het mooi vuurwerk. Kijk, en we sluiten af met de sterretjes. Oh, tentenboom! Oh, tentenboom! Sorry. Moet je slagen beginnen, jongen? Ik heb je laatst in het bos zien staan. Toen stonden er geen takken aan. Oh, dennenboom. Oh, dennenboom. Wat zijn je takken wonderschoon. Heel mooi. Fijne kerst, zeggen we dan. Fijne kerst. Wauw. Mooi, Lucilla. Ik wens je een vrolijk kerstfeest. Ik wens je een vrolijk kerstfeest. Ik wens je een vrolijk kerstfeest. En een gelukkig nieuwjaar. Kijk eens, valt er één. Ik heb er twee. Goed zo. Rechte arm, hè? Mooi. Twee. Mooi, liefie. Drie. Ik heb er drie. Ja, ik zie het. Heel mooi. Luxie vindt het wel leuk om zo naar te kijken. De klappertjes vindt ze een beetje eng. Oh, mooi, liefie. Kijk, Lucie laat een mooi sterretje. Zie je dat? Heel mooi. Nou, dat was mooi kerstvuurwerk, hè? Mooi, hè, liefie? Ja, zie je dat? Een sterretje. Heel erg mooi, schatjes. Oh, dennenboom. Wonderschoon. Kling, klokjes, klingelingeling. Kling, klokjes, kling. Kerstfeest is gekomen. Met je mooie bomen. En in alle landen gaan de kaarsjes branden. Kling, klokje, klingelingeling. Kling, klokje, kling. Mooi, liefie. Heel mooi. Nou, wat wil mijn zus vinden van de bingo? Wat is dat dan? Oké. Farah, ja? Wat is dit? Ja, ik zei al net tegen mijn zus, ik wist niet dat het zo eruit zag. Maar nou, het is denk gewoon voor de fun. Dit is gewoon mooie rode ronde lippen. Dat is het, meer is het niet. Ja, ik vind het heel grappig. Ja, het is wel grappig. Ik zou hem wel graag willen hebben. Nou, maar... Wat is van reis? Wat is een fucking dag? Ik denk dat het is. Echt niet wat je denkt wat het is. Funny lips stond er. Funny lips. Farah heeft een toetje uitgezocht. Wat hebben we vandaag, mama? Oh, wat dan? Noem eens op. Crème brûlée. Tiramisu, chocolademousse. Yummy. Nou, ik wil tiramisu.
Nou, nog een beslissende tafel, potje voetbal. En dan gaan we aan de bingo. Oh, bijna. We gaan beginnen aan de familiebingo. Het is nummer B. Paulina. Dus moet je in de eerste rij letter B. Mee. Letter B. Eerste rij. Nummer B. Nummer 4. Ja! Ja. Bingo! Valse bingo! Nou, dan gaan opa die stokjes even ongelijk maken. Ja, opa knobbelen, hè? En wie de langste heeft... En wie de langste heeft, is de winnaar. Dat is knobbelen, jongens. Ja, wie heeft de langste? Ja! Wat ga je uit? Wat heb je, jongen? Wat heb je? Het lampje? Jongen, even het lampje. Hey. Het lampje. Nou, dan gaan we een nieuw nummer. Een nieuw nummer. Daar gaan we weer. En dan gaan we weer. Oh, daar komt hij al. Goed kijken, jongens. En het is nummer... Het zit in de O. En het is een 6 en een... 5. 7. Ja! Ze doen een verkorte bingo. Als je één nummertje van het kaartje hebt, heb je meteen een bingo. We hebben zoveel cadeautjes hebben. Dus iedere keer heeft iedere keer bingo. En dan gaan we een stokje trekken. Wie het langste stokje heeft, heeft bingo. Ja. En wie heeft de langste? Ja. Wie trekt de langste? Micha, Joa. Ja. Oh, joh. Wat wou je, Micha? Wat wou je? Wat wou hij? Oh, die wou jij. Oh, ja. Wij gaan hier nog even verder met de familie bingo. Vond je het nou weer een leuke vlog? Doe even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. Klik het belletje. En hopelijk vind je het leuk om bij onze eerste kerstdag te zijn. Tot morgen. Tweede kerstdag. Doeg. Voeg je hart, boom boom mee. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft de tempo aan. Als je danst, boom boom mee. Geniet je echt het meest.